Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 3 oktober van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een stevige westelijke wind. Er wordt bewolking en ook een aantal buien aangevoerd. De zon breekt nu en dan ook door. En de wind die is matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee waait het hard windkracht 6. Ook vanmiddag vallen er eerst een aantal buien. Maar in de loop van de middag wordt het op veel plaatsen droog. Het wordt maximaal 16 graden in het zuiden van het land, 15 in het noorden. Vanavond blijft het op veel plaatsen droog. Alleen in het noorden kan nog een enkele bui vallen. De wind zwakt af en draait naar het zuidwesten. Morgen trekt de wind weer aan, naar een matig tot vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5. Er is overwegend veel bewolking. Op veel plaatsen blijft het echter droog. Alleen in het noorden valt later op de dag wat regen. Donderdag regent het enige tijd en wordt het maximaal 16 graden bij een stevige wind vanuit het zuidwesten die in de loop van de dag draait naar het noordwesten. Vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig en gaat de temperatuur omlaag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.